Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij weer een nieuwe aflevering natuurlijk van de serie Road to Life 69 Kills. In deze serie proberen Jordi en ik in een dropzone potje 138 kills in totaal bij elkaar te maken. En we spelen hem op strijzen. Dit is ideaal Jordi, dus let's go man. Ja, ik ga het proberen. Oké. Pak jij die, ik loop om. Ik heb altijd vaak first blood in dit spel. Ja jongen, maar jij loopt steeds op een of andere reden voor mij. We lopen steeds dezelfde routes, alleen jij komt alsnog voor mij te zitten. Oké, hier heb ik een paar mooie kills te pakken. Lekker. Oh shit, ik knijf ik. Er zit er nog meer. Nee, blijf weer daar. Ik wou je komen helpen, maar ik ben ongelopen, man. Nee, bij de stairs. Er zit er eentje met een riot shield te spelen. Ah, kut zo, nog eens op die stairs. Teammate, dan moet je niet op mij gaan lopen schieten. Die teammate schiet op mij. Hij zit, ik word gewoon gekilled. Terwijl die enemy mij helemaal niet zag. Die enemy schoot op een teammate van ons en ik word gekilled. Serieus. Voor jou had jij nou geknijfd? Ja, ik knijf die fangs altijd, jongens. Ze komen zo dichtbij altijd in deze map. Dan kan je beter even op je knijfknopje drukken. Oh! Let's go. Oh, hipfire. Dat was een hipfire triple kill. Lol, ik liet ze expres lopen, man. Ik zag ze ook allemaal staan. Ik dacht, pak jij ze daar maar. Want dan spannen ze namelijk weer in mijn richtpunt via de pro shop. Ja? Heb je hier die tactiek lopen, jongen? Ja, hier tactiek, maar ze spannen daar niet. Ja, ze spannen in de pro shop. Nu niet meer, want ik had ze allemaal nog een keer gekilled, hè. Ik had alle kills al opgepakt. Die bridge is ook down. Zit er nog eentje in de pro shop? Nee, ze zitten op de drop zone. Ze moeten er vanaf. Ik heb er één vanaf. Oh, ze zijn er al allemaal vanaf. Waar komt die? Er zat er nog eentje op die stairs daar links. Oh, ik heb hem. Ja, dan heb je. Heb die andere heb ik ook. Let opnieuw op het spansysteem, want nu weet ik niet waar ze spannen namelijk. Enemies. Spannen in de B-vlag. Althans, ik zeg het niet te hard. Laat me zitten. Er spannen er namelijk maar één in de B-vlag. Ja, op die big stairs. Alright. Knife. Oh nee, wat? What the fuck deed die knife? What the heck? Achter je. Ja. Ik heb hem. En voor me. Oh, hey. Sorry hoor, ik kan er één killen, je hoorde niet allemaal. Die enemies pakken al die care packs de hele tijd op, man. Dus we moeten even in de gaten gaan houden. Ja, maar ja, ze willen op die drop zone. Dat zijn ze easy kills, hè, als ze die care packs. Ja, jongen. Ja, klopt. Hier, Juggernaut ligt daar, maar die hebben we niet echt nodig. Nee, dus volgens mij is toch zo'n kut Juggernaut. Er kwamen er vier aan. Kut, backreeps, Jan. Go. Huh? Kut, knife. Ik ben iedereen hier aan het knijven, jongen, in dit potje. Ik heb al iets van 5 knife kills of zo hier, hoor. Oh, ze zitten weer op die drop zone. Ja, ik heb die er één. Via de A1. Ja, ik heb ze. Althans, ik heb er een paar. Oh shit, kut, Ripper. What the fuck? Nee, shit. Waarom wil jij niet dood? Even serieus. Ja, of deze ook niet. What the fuck? Ja, jongen, dat had ik net ook. Keer. Ik dacht, achter me. Hij zit bij de A-vlog. Bij de A-vlog met de sniper, man. Kukjes. Ik heb 26 kills. We gaan lekker. Oh, ja, op die bridge. Ja, kut. En big stairs ook. Fuck. Twee kanten, jongen. Dan kan je nooit allebei killen op dat soort momenten. Nee, weer big stairs. Ik heb er één. Wordt dat afgeleid, jongen. Er komen zoveel dingen om je heen. Je ziet op een gegeven moment van wie welke kogels zijn, man. Oh kut, die enemies hebben die maniac opgepakt. Kom me helpen, Jordi, kom me helpen. Knal hem af. En ik word door iemand anders gekilled. Fuck. Ik heb hem. Hij is down. Nice, let's go. Ze hadden die maniac alsnog opgepakt, hè. Dat zei ik je. Ze gaan die ding oppakken. Iedereen die wil altijd een juggernaut pakken hebben. Maar eigenlijk heb je er helemaal niks aan. Je hebt op zich niet zoveel aan. Nee. Helemaal niet als er twee mensen tegelijkertijd op je gaan lopen knallen. Shit. Riot shield zit op de dropzone. Ik heb hem. Die riot shield, man, die moet je niet op die dropzone laten zitten. Want dan haalt hij zoveel punten binnen. Fuck, er liep er hier toch heen. Ja, zie je wel! Ik wist het, ik zat te kijken. Er liep er hier toch heen, what the fuck, maar. Nee, ik wilde die guardicle pakken. Ik span in een granaat. Oh shit. Shit. Ja, ze liggen allemaal op die dropzone. Ja, ik heb er één. Big stairs down. Enemies hebben een helo scout, man. Even ja, ik weet het, ik word heel gekild door die helikopter, man. Ik kan ze hebben een helikopter en ze hebben een helo scout nu, man. Er zit er eentje bij Pro Shop in de buurt. Fuck zo, hé. Deze enemies pakken. Ik zei je, deze enemies pakken heet al die care packs. Stop, fucking helikopter. Dat is ook fucking oh shit, zooi. Ik heb hem. Setcom. Oké, nice. Weet je, kut, ja, ik zit die setcom te knijven, maar dat lukte niet, man. Ik dacht, ik knijf ook een keer een setcom, maar nee, natuurlijk niet. Rot toch op, joh, met die kut. Oh nee, bij die. En er zit er ook nog een bridge. Ik ga alleen nog maar dood op dit moment, man. Ja, ik ook. Overal. Deze enemies zitten overal gewoon. Ik kan nergens rustig naartoe lopen van, hey, hallo, nee, al dood. Oh shit, nog eentje bottom bridge, zeg maar, weet je wel, bij die palmboom. Holy shit, what the fuck, die smalls, jongen, bijna op je kop hier, oh. Hij vloog op mijn hoofd en ik was al weak en ik ben niet gehit. En hij kwam recht op mijn hoofd af. Ja, kut riot shield, ga nou weg met dat spokken riot shield. Hij loopt bij Pro Shop met zijn fucking riot shield, man. Oh my god. Nee, hoe kan hij mij hebben? Met een pistol, man, ik heb een bizon. Ze hebben vestjes, ik heb ze alle twee al down. Met jullie vestjes aan.
Kut, waar zijn ze? Waar zijn ze? Waar zijn ze? Ja, langs twee kanten weer. Teammate, ik hoor bij je. Niet op mij schieten. Axel, bridge. Ja, die teammate zit de hele tijd op mij te schieten, man. Maar het schijt irritant, want ik wil de hele tijd omdraaien. Gelopen. Ik heb die bridge. Komt er weer een met een rijshield op de dropzone. Nee, iemand blokt mij, kut teammate. Oh my god, ik heb 41 kills. We hebben nog genoeg tijd. We zijn pas 5 minuten bezig, maar we moeten allebei iets minder vaak doodgaan volgens mij. Ik ga echt super vaak dood, by the way. Ja, ik ook, maar ik hit iemand eerst en die hit mij dan twee kogels daarna en dan ben ik al. Ah, klote assist, jongen. Ik wil hem halen. Ik wil hem serieus halen, maar ik word alleen maar gekillst. Ik kom weer door die helo pilot, man. Oh shit, oh my god, hij zit... Jezus. In mijn rug, kijk oh naar die kant erop. Kill die gozer nou, hij zit er al de hele tijd. Hij zit op een 5 streak. Hij zit op een 5 streak en hij heeft alleen maar op dezelfde spot gestaan, man. Ja, weer in mijn rug. Ik span dat ook net. Oh, in mijn rug. Oh my god, ik ga alleen nog maar dood. Ik ga echt alleen nog maar dood hier. Ik ook. Oh shit. Nou, enemies, waar zijn jullie? Nu wil ik jullie killen namelijk. Kom op, enemies, laat even je kopje zien. Ik kan ze niet meer vinden. Nee, pro shop. Holy shit, ja, 3000 mensen, jongen. Oh, ze zijn allemaal down. Nog één. Ik heb hem. Yo, andere kant weer op, naar de dropzone. Ik loop via boven hier, misschien kan ik ze bijkriepen. Fucking riot shield vent, is echt scheid irritant, jongen. Er zit er nog eentje op die stairs, op die andere stairs. Ik heb hem. Yo, lekker. Nog één. Spannen voor je. Nog één. Ik heb die andere voor je. Oh shit, nee. Kut, ik heb geen ammo meer. Oh kut, en dan pak ik een Akimo P226 op, serieus? Oké, die wapens die zuigen, ik ben er klaar mee. Holy ja, shit. Ik had kogels meer, shit. Ik had ook geen kogels meer. Ik hem kunnen hebben, iemand hier. Kut, go. Nee, kitchen. Fuck. Hoeveel kills heb jij? Ik heb er 53. We kunnen hem halen, man. We hebben nog 3 minuten de tijd als die teammates van ons even van de dropzone afgaan. Ja, precies. Als ze er even vanaf blijven. Maar, oh, ik ga zo vaak dood, hè. Dat is niet normaal. Oh, yo. Zit er de hele tijd eentje te campen ook, echt vaak dood. Alleen omdat je voor die kills rust, hè. Ja. Maar ja, dat is de enige manier om te halen, weet je. Ik wil de kaart inrennen, maar je gaat... Fucking camper, echt waar. Ga nou bridge. Weg, man. Ga ik weer 4 krachten elkaar dood. Het is echt ongelooflijk, man. Ja, bridge. Hij zit nog steeds op bridge. Hij springt er vanaf. Oh, loop ik net op die bridge. Hij is down. Ik weet nu niet meer waar ze spawnen, man. Nee, ik weet ook niet. Oh, ja. Dat die... pro komen ze door waarschijnlijk. Ik heb er 1 op pro. Nog 1 op pro. Hé, hey, midmap is weak, hij komt via Big Stairs. Kukjes, ga van die dropzone af, jongens. Ik heb 59 kills. Ik moet er nog 10 houden. Kitchen kwamen ze uit. Oh, we winning this fight. Alsjeblieft, ga van die dropzone af. Ik kan ze niet meer vinden. Oh, kut, in mijn rug. Kunnen jullie ook nog iets anders doen dan backreep, of niet, jongens? Fucking hell, ouwe. Ze komen sowieso via de bridge zo meteen, dus let op. Nee, Big Stairs. Oh, ik hou van die suppressor, dankjewel. Ga van die dropzone af, teammate. Dat ben ik. Ik liep erop, jongen. Ja, ik liep erop. Kut, ik heb 63 kills. Hoeveel heb jij er? Oh, fuck. 55. We kunnen het halen als ze nou even de enemies op de dropzone blijven. Yep. En als we weten waar de enemies spannen, zodat we ze kunnen killen en... Oh my god. Fuck jou, get knifed, son. Oprotten nou. Kom op. Oh nee, die dropzone, ze moeten aan het opzetten. Big Stairs. Ja, fuck mijn lijf, jongen. Jij zei Big Stairs, ik draai hem op en mijn teammate zit op de dropzone. Pokkie zit erop. Nee, teammates. Ja, Pokkie zit erop, kijk maar. Ja. Oh my god. Nee, jongen, makkelijk. Teammates er niet op hadden gezeten. We hebben zoveel deaths gepakt, maar alsnog zoveel kills, jongen. En dan... We hadden nog 3 minuten of zo op de klok zijn, of 2 minuten of ja, zo. Ja man, we hadden nog 2 minuten of zo. Kut, jongen. Dit is echt ongelooflijk, die teammates. Kijk, 13 assists, ik! Ja, ik zie het. Oh shit, ouwe. Bijna gehaald gewoon hoor, klaar. Kijk, bijna. Die assists, jongen. Als ik dat niet had gehad... Shit, ouwe. Allebei gehaald, als ze allebei assists kills hadden gehad. Yep. Jongen. Mensen, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. We zijn heel vaak doodgegaan, dat wel. Maar alsnog, ja, we hebben wel bijna de serie voltooid, weet je. Dus... Oh. Ja, maar bijna is niet helemaal. Nee, dat is waar. Helaas niet, nee. Mensen, als jullie hebben genoten, geef een duimpje omhoog natuurlijk. Dat helpt ons enorm. En Jordi's kanaal staat ook nog eens in de beschrijving als je die nog wil uitchecken. Tot de volgende keer weer. Doei! Bye bye!